Engelse band Zion Train bewijst dat Krakrock het festival is van de feestmuziek, of liever van de mestizo-muziek, Franse en Spaanse groepen die een hete cocktail serveren van traditionele Zuiderse klanken met hedendaagse genres, zoals dit gezelschap uit Barcelona, La Carrau. Naast hun voorliefde voor feesten hebben bijna alle bands op Krakrock gemeen dat ze iets te vertellen hebben en sociaal geëngageerd zijn. Je hebt eigenlijk heel vaak ook dat ze met elkaar afspreken. Ze maken een cd voor eigenlijk, bijvoorbeeld, ze hebben een cd voor een hospitaal waar dat er zieke kindjes in Zuid-Amerika mee geholpen worden. Eigenlijk, het is altijd wel een doel dat erachter zit. Door zijn specifieke ligging mikt Krakrock bewust op de Franstalige bezoeker. Zo kwamen vorig jaar 800 Noord-Fransen en Walen naar de taalgrensgemeente Avelgem. De Noord-Franse groepen, zoals deze Caravan Electro uit Rijssel, vonden hun weg naar Avelgem via Passepartout. Dat is een grensoverschrijdend project waarbij enkele West-Vlaamse en Noord-Franse concertorganisatoren samen reclame maken en groepjes uitwisselen. Voor sommige muzikanten, zoals DJ Kauna uit Turquin, is de grensoverstap een ware ontdekking. Ik denk dat België iets heeft. Tout le temps envie de découvrir. Les gens ont tout le temps envie de découvrir quelque chose. Alors qu'en France, on est un peu. Vous avez le même cas avec les stéréotypes de Star Academy, Popstar et compagnie. Mais je pense que nous, on est un peu trop ancrés là-dedans encore. Toch is België niet voor elke Franse muzikant braakliggend terrain. Dans la caravane électro, on n'a pas de flamands, on n'a pas de belges, mais parfois on invite un musicien de Gand, Ben Blancard, qui fait du saxophone, et moi je joue avec lui dans une autre formation qui s'appelle Taraf Borzo, qui fait de la musique tzigane. Et bizarrement, ce qui nous réunit, c'est une musique qui vient d'ailleurs. C'est pas la musique du nord de la France, c'est pas la musique flamande ou hollandaise, c'est la musique tzigane. Om de Vlamingen blijvend warm te maken voor het Franse geluid van Gotham City, Nomade et Skyterra, La Caravane Electro en Sivarie, kreeg elke festivalbezoeker een compilatie-cd mee. Een mooi voorbeeld van muzikaal grensverkeer dat enkele artiesten op ideeën brengt. J'aimerais vraiment faire venir des artistes belges en France. Et même chose, faire venir des artistes hors transfrontaliers, quoi, c'est-à-dire hors du Nord, comme des Parisiens. J'aimerais vraiment les faire venir en Belgique, parce que c'est tout aussi intéressant, je pense. Comme dans le Nord de la Belgique, il doit y avoir des artistes intéressants qu'il faut faire venir dans le Sud pour les faire venir enfin dans le Nord de la France.